Nou, de verticale liplijntjes, dat wordt ook wel eens de barcode, de rokerslijntjes en het plooirokje genoemd. Het betekent eigenlijk gewoon de lijntjes die net boven de lip ontstaan en waar die hele vervelende lipstift naar boven toe kruipt. Ja, het kan heel goed behandeld worden. Met een filler en met name Belotero kan het heel goed verbeterd en verbeterd worden. En het kan zelfs weggaan, echt dat het weg is met de plexer. Nou, het aantal behandelingen wat je nodig hebt om de verticale liplijntjes te behandelen is over het algemeen 1 behandeling en in sommige gevallen 2. Nou, de meeste mensen zijn heel tevreden omdat ze vaak verwachten dat er helemaal niks aan gedaan kan worden. Dus met elke verbetering zijn ze eigenlijk al tevreden. Ik zeg dat maar heel eerlijk. Het is zo dat als gewoon het in rust niet meer zichtbaar is, dan ben ik er echt heel tevreden mee. Maar goed, als mensen echt dan ook weer gaan zo gaan kijken en echt proberen toch te laten zien van het is er nog, ja, dan heb je toch ook nog wel wat meerdere behandelingen nodig. En dat moet je soms ook niet willen, omdat er ook wel een grens is van wat je kan bereiken. Maar in zijn algemeenheid zijn de rimpeltjes echt heel goed weg te halen.